Wij kregen mensen uit Urk, uit Groningen, met een bus uit Engeland, met de trein uit Antwerpen. Die kwamen alleen maar om feest te vieren. Jongens uit Urk, die kwamen zo van de boot af en die hadden een paling mee voor het personeel. Zo'n trosse verse paling. En die gooiden ze dan neer bij mijn moeder stond aan de kassa. En die deelde die paling uit en hun gingen van vrijdag tot zaterdag door feesten.